Het waait buiten echt fucking hard, maar als je goed luistert, is het helemaal aan het trillen. Nou jongens, dan gaan we maar. Dan gaan we maar, cheers. Cheers. Waar is Willem? Hey Willem! Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen. Leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En ik ga gelijk even met de deur in huis vallen. Want ik ga vanaf vandaag op mijn eten letten. Ik ga niet meer de hele tijd uit eten, vieze dingen doen. En als ik uit eten ga, dan probeer ik de beste keuze te maken. Ik ga nu... Laat maar, nee. En ik ben nu al excuus aan het doen. Maar kijk jongens, we beginnen lekker met een broodje kipfilet. En dan doen we er nog een eitje bovenop. En dan heb ik een redelijk gezond ontbijtje, vind ik zelf. Dat is toch best wel gezond. Gewoon een bruin brood met kipfilet en dan ei. Ja, toch? En ik heb kwark gehaald. Ik heb kwark in huis gehaald. Kijk eens eventjes. Jongens, we gaan weer eventjes ervoor zorgen dat mijn dikke pens, mijn alcoholpens buikje, dat die gewoon een beetje verdwijnt. En we gaan lekker veel sporten weer. Dus dan hopen we dat we rond een maandje, de maand mei, juni, gewoon echt gewoon lekker stak weer zijn. Dus laten we ervoor gaan. We hebben een klein probleempje. Namelijk de rails van de gordijnen die hier moet komen te hangen. Die is veel te groot. Zeg maar, die moet helemaal vanaf daar naar hier en vanaf daar naar daar. En het zijn twee railsen volgens mij. Alleen ze passen en niet in mijn auto. Maar als ze niet in mijn auto passen, dan passen ze ook niet in de lift. Dus we waren net over na aan het denken hoe we dat moeten gaan doen. Dat wordt echt lastig. Het wordt een touwtje of zo. Ja, maar een touwtje vanaf waar, want hier zit een balkon. Het wordt echt een dingetje hoor. Wij gaan heel eventjes opruimen, want het washok is een beetje een puinhoop. En er staan nogal veel flessen. Kijk maar eventjes. Ja, dit is mooi hoor, hé. Godzijdorie, een karton en zo. Waarom ben je nou zo boos op mij? Ik doe toch niks? De kijker zou dus moeten weten hoe vervelend jij bent. Ik ben hartstikke lief. Ja, ik hoop dat ze het geloven voor. Willem wilde wazen, ik liet deze volle fles water op zijn noot vallen. Ik ga een keer lekker vroeg mijn bed in. Ik ga gewoon lekker mijn bed in. Morgen moet ik weer sporten om 9 uur in Haarlem. Dus, oh fuck. Ik heb hidden beloofd dat ik een halve van tevoren zou zijn. En dat ik een broodje en een koffie voor hem zou halen. Ja, dat moet ik dan wel echt doen. Nou goed, jongens, ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is 8:30 en het is tijd om naar Haarlem te gaan. Ik had hidden beloofd dat ik een broodje zou halen bij de Shellfarm en een koffie. Dus laten we maar snel gaan, want anders kom ik te laat. Oké, het is binnen, het is binnen. Nu moeten we snel weer doorgaan. Shit, ik heb ook weer allemaal troep in mijn auto, verdomme. Ik heb een broodje carpaccio gehaald voor Hidde. Maar het beste is als ik nu ook nog eens op tijd kom. Dat zou echt heel mooi zijn. Jongens, dit ga je niet menen. Ga je niet menen. Kom ik hier om 9 uur aan, precies op tijd. Heb ik een broodje meegenomen, is hij er niet. Jongens, Hidde neemt niet op. Dus Verge, eet smakelijk, jongen. Dus ik krijg al afdankertjes. Nee, ik heb gewoon tweede keus. Nee, maar dit hartje, die was wel voor jou. Die heb je zelf getekend ook. Ja, ik heb gevraagd of jij die express op mocht. Alsjeblieft. Nou jongens, ik heb weer lekker gespoord, maar jeetje. Heb ik met Hidde afgesproken dat ik een broodje voor hem zou halen en op tijd zou komen? Heb ik een broodje gehaald? Is hij er niet? Verdomme. Ik ga even langs de zaak weer. Ik ben nog steeds... Wow, yo. Wow! Wow! Hey. Nee, ik wilde zeggen, ik ga eventjes langs de zaak. Dan ga ik eventjes het busje ophalen van Menno, de werknemer van mijn pa. En dan ga ik eventjes thuis dingetjes ophalen, want ik heb nog een soort van akoestische panelen die op mijn oude kamer in Haarlem nog hangen. Dus die ga ik even ophalen en ga ik ze ergens ophangen in mijn eigen kamer, zodat mijn kamer beter geluidsdicht is. En dat het niet zo hol en galm klinkt als ik dingen aan het opnemen ben bijvoorbeeld. Dus dat ga ik even doen. Wat een kanon, hè. Oh, playbutton. Ja, die had ik ook nog, jongens. Kijk jongens, het is dus dit zo'n... Hey, het zijn er twee. Kijk jongens, het zijn dus dit soort platen. En die kan ik ergens op de muur ophangen. Want af en toe is de akoestiek nog best wel slecht. Bijvoorbeeld als Willem in bed ligt, dan kan ik hem soms nog iets horen kijken. Weet je wel, gewoon als hij op zijn telefoon iets aan het kijken is. Bijvoorbeeld porno of zo, dan hoor je dat gewoon. Kijk jongens, en mijn playbutton moet natuurlijk wel veilig zitten. Zonder dat hij valt. Hoe werkt dit? Hè? Hoe werkt het nou? Zo. Nou, gelukkig heb ik nog geen kinderen, want ik weet niet eens hoe een shitje werkt. Zit je lekker, mijn jongen? Ja, goed zo. Heerlijk. Wat een mooi ding zeg. Hey, kijk eens, jongen. Je hebt een fiets. Dat is mijn eigen fiets thuis. Goed, hè? Hey. Lekker. Zeg maar, ik was aan het twijfelen om mee te nemen. Want zeg maar, hoe vaak ga jij een fiets gebruiken? Wanneer ga jij een fiets gebruiken? Als het gewoon lekker weer is, ga je met een fiets, toch? Waar naartoe? Houd ik lekker aan de Amstel, Stadsart. Zou kunnen. Genoeg dingetjes, toch? Goed. Nou, ik ga hem weer dicht doen.
We gaan weer lekker lunchen. En omdat ik natuurlijk zo'n gezonde jongen ben tegenwoordig, heb ik een broodje. Mayonaise. Met kaas, tomaat en daar gaat dan een eitje overheen. En ik heb inderdaad een beetje mayonaise onderkant gemaakt. Kijk nou joh, er is een eitje lek, maar het ziet er raar uit. Heel vaag. Oké, hier is even iets helemaal verkeerd gegaan. Man. Ik wilde alleen die limonade maken, maar hij is helemaal overspoeld. Oh, zat dit er al in? Ja, dat zat erin. Waarom doe je al die limonade erin ook, sowieso? Zo, jongens. Het waait buiten echt fucking hard, maar als je goed luistert, is het helemaal aan het trillen. Iedereen ligt al lekker in bed en ik was nog even een film aan het kijken, maar ik ga nu ook lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen. Lekker slapen. Ja. Ja. Wij hebben bovenburen en af en toe gaan die stofzuigen en dan hoor je echt fucking hard. Oh, zo. Kijk, het is een prachtige dag. Oh, zo, ik moet echt even hier rechtstreeks erin kijken. Holy shit. Heerlijk, toch? Nou jongens, nogmaals, goedemorgen. Zoals jullie zien is vandaag een zonnige dag. Oh. Kijk eens jongens, een heerlijk koffietje. En het zonnetje schijnt. Ik heb hier mijn bakkie kwark. Ik ga lekker op deze stoel zitten en genieten van de zon. Zo jongens, de zon is echt heerlijk. Ik heb echt altijd, als de zon schijnt, heb ik zoveel meer zin in de dag. Dan heb ik gewoon echt gewoon, ja, dan ben ik gewoon weer vrolijk. Ik heb gewoon allemaal zin in alles. Ik zat net even een paar beelden terug te kijken. Gewoon van deze vlog, zeg maar. Hij is alleen best wel een beetje saai voor mijn gevoel, weet je. Een beetje heel veel eentonige dingen, maar dat komt. Ik zou eigenlijk gisteren en vandaag zou ik de studio ingaan en muziek maken met hele leuke artiesten ook. Alleen dat ging niet meer door. En dat wilde ik eigenlijk gaan vloggen. Dus mijn hele planning loopt in de soep. Dus ik ben vandaag vrij en ik dacht, wat gaan we doen? Ik wil even een leuke planning hebben. Maar ik zie het zonnetje zo. Ik denk dat ik straks gewoon eventjes een stukje ga lopen. En eerst eventjes mijn koffietje opdrinken. En dan zien we het wel vandaag. Kijk eens jongens. En hier echt voor we zijn aan de schoonmaak, mannen. Ik zit nu op mijn kamer en ik heb net een video opgenomen voor TikTok. En voor de mensen die mij al volgen op TikTok, die weten het al. Voor de mensen die mij nog niet volgen, ga het sowieso even doen. Want ik maak tegenwoordig video's van mijn muziek. Dan, zoals je hier ziet. Kijk. Dan maak ik zeg maar gewoon een demo. Bijvoorbeeld hier heb ik een, dit heb ik zeg maar net gemaakt. En daar maak ik dan een video van waarin ik het zeg maar weer live ga inzingen in de microfoon. En dan zet ik dan op TikTok. Dus ben je benieuwd naar mijn muziek en wil je allemaal horen wat ik allemaal aan het maken ben tegenwoordig. Volg me dan eventjes op TikTok en like het en reageer wat je ervan vindt. Ga checken en ja. En als je toch bezig bent met het volgen van mij op TikTok, abonneer dan ook eventjes op mijn kanaal. De views gaan de laatste tijd lekker. We krijgen heel veel... Ik merk gewoon dat er gewoon echt een soort van community ontstaat. Er zijn veel meer mensen die elke keer de video's kijken. En die ook elke keer weer reageren. En dat vind ik hartstikke leuk om te zien. Ik zie jullie allemaal. Ik lees alle reacties. Dus ik ben blij met jullie jongens. Dankjewel. Ik heb mijn jas aangetrokken. Want wij gaan wandelen. Even lekker de beentjes strekken. Omdat wij hadden een goed voornemen. En dat is gezond doen. Wim die dacht, kom we gaan even een... Nee Wim, lul! Wim die had zin om een andere route te doen dan normaal. Maar het is hier een beetje drassig. En al helemaal niet top met witte schoenen. Het staat wel een flinke wind. Vind je niet? Het waait alweer over. Zo, we staan nu op een bruggetje. Maar ik vertrouw het bruggetje niet. Nou, moet je kijken, ik zie dit. Hey vriend, hoe is het dan? Hij kijkt jou echt zo aan. Hoe zou het leven van een schaap zijn? Ja, dat weet ik niet. Ik vroeg het me laatst ook af. Het waait wel echt. Ja, dit is wel echt... Die dit is wel pittig. Je ziet het ook aan de golven. Kom op, jongen. Overleven. De netjes schoentjes zijn aan. De netjes schoentjes zijn aan. Mijn nette schoenen ook aan. Oh, mooi man. Nette broek aan. Geen gaten. Oh, topper. Wij gaan richting Angkor. En Angkor is een Scheveningen. En we gaan gezellig met Danny uit eten. Zo jongens, de lucht is een partijtje mooi. Moet je nou eens even kijken. Verdorie. Wat mooi hè. Ik heb denk ik nog nooit deze vrachtwagen gezien. Nee, ik ook niet. Eetgemak. Nee, nooit gezien. Ja. Jongens, ik moet zeggen, ik heb super veel zin in Angkor. Ik ben natuurlijk wel de laatste tijd gezond aan het doen. Maar een uitstapje... Het is toch donderdag, hè? Het is toch donderdag. En donderdag is meestal onze weekenddag. Ja.
Dat is wel echt waar trouwens. Ja, wij hebben zeg maar elke keer wel op donderdag is het een beetje... Meestal op donderdag doen we wat. Vrijdag is het rustig, zaterdag ook. En dan is het ja. Dus vandaar. Nou jongens, een heerlijke file. Dus het is tijd voor een nummertje. We hebben dit nummertje, wat voor nummertje? We hebben dit nummertje gevonden via Julian, een vriend van jou. Ja. Een idioot. En hij kwam met dit nummer. Zo mooi. Prachtig. La. Niet het nummer, jongens. Niet bij de dubbel, je denkt van oh, gewoon klassieke muziek en opeens boom, boom, boom. Ja, in. Oh, wow. Gezellig weer. Gezellig. Dennert. Oh jongens, ik heb er helemaal zin in. Hey Den, ik ben aan het lijnen. Nou ja, lijnen, ik ben op mijn eten aan het letten. Ik denk dat ik gewoon alleen maar groenten ga bestellen. Wat doe je ding? Mij niet lastig vallen. Nee, gaf niet. Niet lastig vallen. Nou jongens, dan gaan we maar. Dan gaan we maar. Cheers. Cheers. Zo, dit is een lekker shotje trouwens. Nog eentje. Dit is een soort van meloncello. Een meloncello. In plaats van limoncello. Er zit wel alcohol in. Oh, ik proef dat dus echt serieus bijna niet. Echt bijna niet. Hij brandt een beetje. Brandt hij? Ik proef geen alcohol. Nou, ik brandt hij ook echt niet hoor. Echt niks hoor. Nee, dan heb jij een andere gekregen. We zijn natuurlijk met de auto, maar. We zitten hier nu, het is best gezellig. En ik denk, ik wil even een drankje doen. Dus wat hebben we gedaan? Rentebof. En dan komt er dus een... Nico. Nikke. Nee, maar dan komt er dus zeg maar iemand anders, die komt dan hierheen. En die rijdt dan zeg maar in jouw auto weer terug naar huis. En dat is ideaal, dan kun jij gewoon lekker doorsuipen. Dus let's go. Wacht, nee. Ben je nou eens vast? Ik hou hem vast. Ik denk niet. Nou, Danny, een trucje. Hé, hey, ik zag het. Tegen de bodem. Tegen de bodem aan, hè. Hij is best lekker. Het is lekker, een shotje. Maar ik hoop alleen maar gas. Ik blijf alleen maar gas zien. Nee, Ruben, jij maar. Kan nog op? Ja, hij moet er even, heel even laten lopen. Niet je de fiep. Nee, laat hem. Ja, nu ja. Nou, Dennert nog. Hij ging snel. Ja, hij is best lekker. Waar is Willem? Hey, Willem! Wim, ben je naar porno aan het kijken? Ik herken jouw geurtje wel echt altijd. Kom omkleden, ga mee. Kom zuipen. Ach, even chick bellen, kom. Wim, ja, sorry. Ja, ik heb hem niet meegenomen. Jij wel. Ja. Ik ben gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Dus vond je nou een leuke video, laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreken jullie later.